met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de nazomer van 1944 stond een baby in een kinderwagen in een tuin in Wageningen, terwijl buiten de bomscherven floten. En er bestaan versies van dit verhaal waarin het allemaal best meeviel. Maar in dat wiegje lag de latere historicus Maarten van Rossum. En de gevechten maakten deel uit van de operatie Market Garden. Het even gewaagde als dwaze plan van veldmaarschalk en burggraaf Bernard Montgomery. Later ook nog verfilmd in de klassieker A Bridge Too Far. Een mislukking die de duur van de Tweede Wereldoorlog met maanden zou verlengen, in Nederland als gevolg hebbend de hongerwinter. In het boek Allemaal de schuld van Montgomery vertelt Maarten van Rossum het verhaal door de ogen van gewone burgers, dankzij brieven van zijn familie, onder meer zijn grootvader. Maarten van Rossum, geboren in 1943, 's lands bekendste historicus inmiddels, vormt ook de eenkoppige jury in de populaire televisiequiz De Slimste Mens. Maarten, welkom. Dank je. Het is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Dat jij dan in een wiegje ligt, ja, en in gevaar bent geweest. Ja, er zijn dus eigenlijk twee versies van dat verhaal. Namelijk die mijn ouders vertelden, mijn moeder. Namelijk dat ik daar, ik stond achter in een diepe tuin. Het is nog steeds een hele diepe tuin. Het is echt tientallen meters. Tuinen die tegenwoordig niet meer bestaan, bij wijze van spreken. En toen die bommen vielen, dat was 7 minuten voor 11:30 op 17 september 1944. Toen vlogen volgens mijn moeder de scherven door de tuin. En was de vraag, moest ze mij op gaan halen uit dat wagentje achter in de tuin, of moest ze blijven staan? En het familieverhaal wilde, godzijdank is zij blijven staan. Want als ze mij op was gaan halen, dan was ze waarschijnlijk ook door scherven getroffen, zoals de buurvrouw een huis verder door scherven getroffen is en dood in haar tuin werd gevonden. Maar de brieven van mijn opa die zeggen eigenlijk, nou ja, zoveel was het. Ze zijn er goed vanaf gekomen, want het huis is niet getroffen. Zij hebben ook eigenlijk geen last gehad. De bommen zijn een paar honderd meter verder gevallen. Toen heb ik eigenlijk de percelen bekeken. Er bestaat een perceelkaartje van de situatie zoals die bestond in september 1944. Ik ben ervan uitgegaan dat die bommen, het waren scherfbommen, dat die eigenlijk hun scherven in een cirkel verspreiden. En afgeleid uit de dood van die mevrouw die twee huizen verder woonde, en nog de dood van een meisje, dacht ik, die scherven moeten ook door die tuin van de familie Wieringa, waar mijn ouders een verdieping huurden, rondgevlogen hebben. Dus ik heb daardoor toch in ieder geval de mogelijkheid om te zeggen, het is waarschijnlijk dat gebeurd is, maar zeker is het dus niet. Het was natuurlijk wel een prachtig dramatisch verhaal. Ja, dat moet je eigenlijk niet kapot trekken. Mijn moeder daar bleek aan de achterdeur staat. En nou ja, dat ik daar aan de dood ontsnapt ben. Is dat je altijd blijven fascineren als je zo jong bent tijdens een heel grote historische gebeurtenis, waar je daarna misschien de sporen nog wel van ziet, van vernielde gebouwen en zo, of achtergelaten materieel? Nou, dat heeft twee kanten. Over de eigen dramatische geschiedenis, daar ben ik me eigenlijk later meer bewust van geworden. Mijn interesse in Market Garden is sowieso betrekkelijk laat. Eigenlijk tegen de tijd dat ik bij mijn ouders nog eens nauwkeurig had kunnen navragen hoe het eigenlijk precies zat, was mijn vader al enige tijd dood en mijn moeder was dus zo dement als wat. Dus dat kon niet meer. Mijn moeder wou er sowieso nooit over praten. Maar het was een andere kant van die zaak is dat als je opgroeide in Wageningen, dat natuurlijk de oorlog in onze jeugd voortdurend aanwezig was. Er lagen buiten Wageningen enorme puinbergen, omdat Wageningen zowel in 1940 als in 1944-45 volledig in elkaar geschoten is. Eerst door onze eigen artillerie in 40 vanaf de Grebbeberg, en vervolgens door Engelse artillerie, Amerikaanse artillerie vanuit de Betuwe in 44-45. En dan had je natuurlijk Hotel de Wereld, waar je elke dag langskwam. Dan wist je ook wel dat daar zich iets af had gespeeld. Dat is ook weer een interessante vraag, wat dat dan eigenlijk precies was. Ja, want dat demythologiseer jij in je boek. Ja, dat moet wel een beetje gedeconstrueerd worden. Het is niet dat daar de vrede is getekend of de capitulatie. Nee, er is geen capitulatie. De capitulatie is in feite getekend op 4 mei. Op de Lunenburger Heide in de tent van Montgomery.
Daar hebben alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa zich op dat moment overgegeven. Dus wat in Hotel de Wereld gebeurd is, in Wageningen, waar wij altijd dus de capitulatie enzovoort enzovoort van gemaakt hebben, zijn in feite gesprekken tussen Blaskowitz, de Duitse commandant, en Charles Foulkes, de Canadese commandant, over hoe de, in feite de capitulatie afgewerkt moest worden. Hoe de Duitsers ontwapend moesten worden en afgevoerd. Wageningen noemt zich nog steeds stad van de vrede. Ja, de stad van de vrijheid, ja. Dan moet ik zeggen, ik sta daar betrekkelijk mild tegenover. Het is zeker in juridische zin een vorm van oplichterij. Maar ach, heeft Wageningen ook iets leuks, toch? Prima. Er zijn zoveel verhalen over de Tweede Wereldoorlog die niet echt waar zijn. Ja, daarom die ook niet precies kloppen. En het is vaak leuk om zo'n gebeurtenis toch te koppelen aan een locatie en een moment in de tijd. Maar echt kloppen doet het dus niet. Een van de dingen over die hele periode van de bevrijding is dat we de geallieerden graag zien als de goede partij. En dat zijn ze strikt genomen ook. Maar daardoor zien we vaak niet hoe klunzig ze vaak opereerden. Ach, natuurlijk de hele luchtlandingen bij Arnhem is van een soms werkelijk ten hemel schreiende klunzigheid. Omdat natuurlijk die hele luchtlandingen verkeerd gepland bleken te zijn bij Arnhem. Of zeg maar iets ten westen van Arnhem zijn die uitgevoerd. Hè? Wolfhezen, Hilsum, dat soort van plekken. Die zijn uitgevoerd over 3 dagen. Terwijl bijvoorbeeld de Duitse analyse achteraf was, had het allemaal op 1 dag gedaan. Ze vlogen heen en weer met steeds een nieuwe hoeveelheid. Dan had je een kans gehad. Bovendien takelde het weer af. Dat was op die zondag 17 september was dat heel behoorlijk. Maar de volgende dagen, vooral in Engeland, veel minder. Wat ook bijvoorbeeld ervoor toegeleid heeft dat maar een heel klein deel van de Poolse troepen uiteindelijk ook geland is. Omdat de rest die zijn gewoon weer teruggekeerd omdat de omstandigheden beroerd waren. Dat speelde een rol. Maar op de eerste dag blijkt dat de radiocommunicatie niet werkt. En achteraf blijkt eigenlijk dat ze verkeerde frequenties hadden ingesteld. Waar je ook denkt, hoe is dit mogelijk bij een dergelijke omvangrijke operatie, dat niet getest is of het daadwerkelijk werkte, ja of nee. Bovendien Urquhart Hart die gaat op die eerste dag op zoek naar een van zijn ondercommandanten. En die verdwaalt in Arnhem. En die raakt te midden van een groot gevecht. Hij moet daarvoor vluchten of schuilen. En die heeft dus 36 uur op een zolder gezeten voor hij weer terug was. Dus er waren veel te weinig mensen geland, punt 1. Die moesten bovendien nog verdeeld worden over verschillende groepen die op weg gingen naar de brug. Punt 2 werkte de radiocommunicatie niet. En punt 3 was de commandant gedurende 36 uur afwezig. Dus je begrijpt wel wat een chaos dat in feite was. En dan landen ze vaak ook nog op zo'n 15 kilometer van het doel. Want het ging allemaal om bruggen. Ze moesten de bruggen over de Waal onder meer in bezit krijgen. 13 kilometer is een lange tocht. Ja, dat was dus bij Arnhem, zeg maar. Dus vanaf de Renkumse Heide wandelend naar de brug in Arnhem. En daar heeft John Frost, die de brug wel bereikt heeft met zijn troep, omdat hij een gunstige route had gekozen die de Duitsers nog niet geblokkeerd hadden. Maar die was om 3 uur is die vertrokken vanaf de landingszone. En hij was om 8 uur 's avonds was die pas bij de brug. Dus dat was 5 uur lopen, waardoor je natuurlijk ook het verrassingselement, dat is al lang afwezig. Natuurlijk, de Duitsers waren aanvankelijk wel licht verward, maar hadden razendsnel in de gaten waar het om ging. Omdat die brug natuurlijk in feite het enige strategische object in de verre omgeving was. Dan zie je meestal in oorlogsfilms dat de Duitsers, zeker in die fase van de oorlog, totaal debiel zijn. Ja. En altijd het verkeerde doen en heel veel schreeuwen en dan de verkeerde kant op lopen. In dit geval moet je stellen dat ze het eigenlijk heel efficiënt hebben aangepakt. Ja, sowieso in algemene zin moet je zeggen dat de Duitsers die in het algemeen voortreffelijk konden vechten. Ja, sorry dat ik dat zeggen moet, maar het is gewoon een feit dat zo is. Het is in feite verbazingwekkend wat ze puur militair gezien hebben bereikt tussen 39 en 45. Dat het bovendien natuurlijk relatief zo lang nog geduurd heeft. Godzijdank werden ze door een volstrekte gek geleid die hele wonderlijke bevelen gaf, namelijk Adolf Hitler. Wat natuurlijk vaak de nederlaag, laten we zeggen, a tempo versneld heeft. Maar als je hier ook weer kijkt, ze hadden die oorlog al lang verloren. Valt goed te beargumenteren dat de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers in december 1941 al verloren was. En vervolgens hebben ze nog ruim 3,5 jaar als gekken doorgevochten. Dat is natuurlijk een heel wonderlijke zaak. Ook bij Arnhem wordt door de Duitsers fanatiek gevochten.
Engelsen hebben zich ook heel behoorlijk gedragen daar, militair gezien. Maar de Duitsers hebben snel in de gaten wat er aan de hand is en hebben snel een effectieve verdedigingsmethode gevonden. Ze begrepen ook wel dat als zij de Engelsen konden blokkeren op de eerste dag, niet waar, dat zij in veel hoger tempo relatief dan de Engelsen veel indrukwekkende versterkingen konden aanvoeren over het spoor. Want ook die spoorwegstaking die de Nederlandse regering in Londen had bevolen heeft geen enkel effect gehad. Misschien zelfs een averechts effect, dat de Duitsers nog sneller zwaar materieel ter plaatse konden brengen. Waarschijnlijk dachten de Engelsen en de Amerikanen dat die Duitsers zich wel zouden overgeven. Dat ze zich wel zouden realiseren dat het voorbij was. Als je kijkt naar de planningsfase van deze operatie, die natuurlijk volgde eigenlijk op de desintegratie van de Weermacht in Normandië, die zogenaamde Falaise Pocket, dan was de stemming bij de geallieerden, die zei, klaar met de Weermacht. De Weermacht is gedesintegreerd en heeft zijn gevechtskracht verloren, dus het wordt een soort walkover. De stemming was eigenlijk begin september, het is voor de kerstmis afgelopen. Nou ja, we weten allemaal dat het in Nederland wel verdomd lang geduurd heeft, met alle gevolgen van dien, maar dat was de stemming. Bijvoorbeeld John Frost, nietwaar, de held van Arnhem, die is gedropt met zijn gala-uniform en zijn golfstokken. Dus ze dachten echt, nou ja, het is... Die dacht, het wordt snel een hotel zoeken. Ja, ze dacht, het is een soort feestoperatie. En daar is niet, er zijn enorm veel slachtoffers gevallen bij die hele operatie. Montgomery is de schuld. Montgomery is natuurlijk een wonderlijk figuur. Een absolute oorlogsheld in de ogen van velen. Een man die nog heel lang gevierd is gebleven. Maar militair historici hebben vaak heel veel kritiek op de man. Ja, het wonderlijke van Montgomery was dat hij ook volgens de Amerikanen eigenlijk veel te voorzichtig was over het algemeen. En dat hij deze uiterst risicovolle operatie is aangegaan. Want in Normandië was hij te traag en moest hij worden aangespoord. Ja, was enorm traag. Hè. Want dan tenslotte is het de Amerikaanse leger wat die Duitse omsingeling doorbreekt. En dan gaat Patton aan de slag en hij raced met dat derde leger in een gigantisch tempo door Frankrijk. Maar dat is een van de oorzaken van het feit dat de o zo voorzichtige Montgomery, die voelde zichzelf in de schaduw gezet en Patton kreeg een geweldige pers en hij had het gevoel dat hij eigenlijk niet aan de beurt kwam. En hij had het idee, ik wil ook een beslissende bijdrage leveren aan de uiteindelijke nederlaag van Nazi-Duitsland. Dus puur op ego nam die beslissing? Ja. En vooral omdat die beslissing eigenlijk in strijd was met zijn karakter. Met zijn voorzichtige, beetje plodding, zoals dat in het Engels heet, karakter. En want dit was een heel gedurfde operatie waar enorme risico's zijn genomen. En het is dus ook tenslotte volkomen fout gegaan. Maar dat heeft hij waarschijnlijk toch gedaan met het idee, als het lukt, als ik een groot bruggenhoofd ten noorden van Arnhem boven de Nederrijn kan vestigen, dan kan ik achterom, als het ware, vervolgens het Ruhrgebied aanvallen zonder dat ik last heb van de Westwall. Dat was de verdedigingslinie van Duitsland in het westen. Dat was het idee. Een omzeilende beweging. Dan zou hij in het zonnetje worden gezet als, kijk eens, wel een gedurfde operatie. En hoe wezenlijk is dat geweest voor de aanpak van de Nazi-Duitsland in de allerlaatste maanden. En dat, ja, wat ik ook enorm tegenviel, was de snelle gevechtskracht van de Duitsers bij Arnhem. Dit is het begin van de hongerwinter uiteindelijk. Ja. En de hele langzame bevrijding van Nederland. Jij hebt dit allemaal in je boek kunnen vertellen door de ogen van je opa. Ja, dat we hadden aan de hand van brieven. Had je die altijd al in je bezit? Nee, sinds 1997. Ik wist helemaal niet dat ze bestonden. En in 1997 heeft mijn oom Jan, ondertussen ook alweer jaren en jaren dood, die heeft die brieven bijeengebracht en gefotocopieerd en een soort van boek van gemaakt, bestaande uit fotocopieën en toegestuurd aan alle nazaten van Arnold van Rossum, mijn grootvader. Die heb ik toen gelezen. Ik vond heel vermakelijke brieven. Omdat in allerlei opzichten natuurlijk mijn opa wel een uniek soort van mopperkont was. Dus je had ook een kijkje in hoe het de familie vergaan was in Delft in het laatste oorlogsjaar. Want eerst denkt hij elk moment te weten wanneer de bevrijding komt. En dat is dan best wel snel. Hij heeft voortdurende analyses van de totale militaire situatie in West-Europa. En eigenlijk, als hij denkt dat het gaat binnen een paar weken is het klaar, dan duurt het dus uiteindelijk tot mei 45. En dan gelooft hij er niet meer in. In april 45 denkt hij, het kan nog weken en weken gaan duren. En dan is het eigenlijk, staat op het
punt om volledig afgelopen te zijn. Dus dat is op zichzelf wel zonderling, vermakelijk en trouwens ook wel vrij begrijpelijk. Je ziet hoe lastig het is om de toekomst te voorspellen. Zolang die nog toekomst is en geen verleden tijd geworden. Ja, nu zeg je, ja, het spreekt vanzelf, moet zus en zo. Maar op het moment zelf wisten mensen dat in feite niet. En ik heb altijd gedacht, ik moet er iets mee doen met die briezen. Maar ik wist eigenlijk niet precies wat. En dat ding lag links op mijn bureau. En toen kwam de coronacrisis en per 15 maart werden al mijn externe afspraken werden afgezegd. Dus ja, het zag eruit dat ik maandenlang tot stilstand zou komen. En toen dacht ik, als ik gewoon kantooruren aanhoud, kan ik het project misschien net voltooien. Dat bleek nauwkeurig te kloppen. Ik geloof, de dag nadat ik klaar was, startten de opnames voor De Slimste Mens. Dus zodoende is het is wel een beetje een coronaboekje, ja. En je hebt ook nog een serie gemaakt waarvan de eerste aflevering al te bekijken is voor Omroep Gelderland. Ja. Waar je met allerlei wonderlijke en zeer interessante amateurhistorici praat. Ja, dat is een zo wonderlijk toeval. Ik had dit allemaal afgesloten. Ik geloof ook dat ik het manuscript al aan de uitgever had toegestuurd. Want ik moest ook al die brieven van mijn opa overtypen. Dat kon gelijk praktisch evenveel tijd heeft gekost als het schrijven van mijn eigen stuk, om het zo maar te zeggen. En toen werd ik opgebeld vanwege Omroep Gelderland of TV Gelderland, of hoe het mogen zijn, door Christine. En die ma, die, dat was de maker van die serie. En die zei, zou je dat willen doen? En ik dacht, dit is wel een wonderbaarlijk toeval dat kan. Nou zaten er nogal wat scènes in het scenario wat ze mij toestuurden, waarbij ik dacht, dat is misschien in coronatijd niet zo groot. Ze zou in bunkers worden opgenomen en zo. Dus toen heb ik nog geschreven, nou ja, dat vind ik allemaal wel erg moeilijk, maar dat bleek allemaal prima te regelen. Alle opnames hebben buiten plaatsgevonden. En nou ja, ik zit hier nog, dus blijkbaar heb ik geen corona gekregen tijdens de opname. Maar het was natuurlijk een wonderlijk toeval dat ik net, weet ik veel, 6 of 7 boeken over Market Garden had gelezen. Een heel stuk erover had geschreven en toen gevraagd werd, volkomen toevallig, om die serie te presenteren. Het leuke is dat je dan ziet dat overal langs die route er nog wel overblijfselen zijn. En mensen die hun hele leven eraan ophangen. En zo kom je allemaal details te weten die het inkleuren. Bijvoorbeeld zijn er een paar ex-militairen of misschien nog steeds militairen die tanks in hun vrije tijd opknappen. En eentje vertelt en passant dat er zo'n 600 liter benzine nodig is om een paar uurtjes met dat ding te rijden. Ja, het zijn hele onzuinige apparaten, ja. En dan snap je ook meteen hoe groot zo'n operatie was. Ja, dat de bevoorrading een gigantisch probleem was natuurlijk. Ondoenlijk. Ja, daar komt bij natuurlijk. In Normandië was natuurlijk een noodhaven gebouwd. Hè, door een soort van caissons aan elkaar te zetten en te laten zinken voor de Normandische kust. En de Duitsers hebben eigenlijk alle kanaalhavens tot het uiterste verdedigd. En als ze toch moesten capituleren, de eerste boel volledig opgeblazen. Het interessante is dat Antwerpen, eigenlijk de grootste van die havens, het einde van de reeks, om het maar zo te zeggen, min of meer onbeschadigd in geallieerde handen is gevallen. En dat de geallieerden daar aanvankelijk eigenlijk niks mee gedaan hebben. Want je kon Antwerpen natuurlijk alleen gebruiken als je de beide Scheldeoevers, als je die ook in feite bevrijd had van Duitse troepen. En daar hadden ze natuurlijk vaart moeten maken. Want ik geloof, Antwerpen valt, ik meen, op 5 september. Dat 5 september is ook Dolle Dinsdag. Hè, want toen, sterker nog, Gerbrand die zei uit Londen van de bevrijding is nabij. En Wilhelmina zei de bevrijding is nabij. Met als gevolg, dat kun je ook in die brieven zien, dat de mensen in Delft met vlaggetjes langs de weg gingen zitten. Terwijl, met de mededeling dat ze ook al over het Haringvliet heen waren, terwijl daar dus helemaal geen sprake van was. Het is eigenlijk aandoenlijk en medelijwekkend dat het zo gelopen is. Want de Nederlanders moesten dus nog, nou ja, reken dit even uit, oktober, november, december, nog 8 maanden wachten op de bevrijding. Daar kwam het eigenlijk op neer. En een hele moeilijke en onaangename maanden zijn daar bovendien geweest in West-Nederland. Maar dat is heel raar. Antwerpen valt, Brussel valt en dan gebeurt er eigenlijk nagenoeg 2 weken niets. Nee, dat is een pauze. Ja, met als gevolg dat de Duitsers in staat zijn gesteld om zich te hergroeperen en in ieder geval minimale defensieve posities op te bouwen. Dat blijft een hele wonderlijke zaak. Op dit punt trouwens heeft Montgomery wel achteraf gezegd dat hij daar een grote fout heeft gemaakt. Dat hij in feite eerst de Antwerpse haven zeker had moeten stellen.
En dat hebben ze dus niet gedaan. Ten slotte is die zeker gesteld, dat is de slag om de Schelde. En dat heeft de Canadezen ook nog een groot aantal offers gekost... om die slag om de Schelde te winnen. Dat is dan, ik geloof dat het eerste schip... er lagen allerlei schepen klaar om te ontschepen in Antwerpen. Dat is eind november 1944 pas geweest. Intussen breekt dan hier de hongerwinter uit... en jouw familie is ook op plundertocht gegaan. Nou ja, plunderen is een groot woord, maar zelfstandig op zoek gaan naar... plunderen was natuurlijk geen sprake. Het waren hongertochten. En de zaak was natuurlijk dan om aan te kloppen of als je mensen kende. Mijn opa kende wel wat mensen. Ja, bijvoorbeeld mijn grootouders hadden een vakantiehuisje in Radio Kootwijk. En die mensen daar, die beschikten over voedsel, aardappels en zo. En daar ging die ook, dat schrijven die brieven keurig... daar ging die dan ook langs om aardappels te tanken. En topinambours, dat waren een soort zoetige aardappelen. Aardpeer geheten. Ja, dus ik geloof niet dat het een gerecht is... wat je morgen bij de Jumbo kunt gaan bestellen of kopen. Maar ja, dat was wel voedzaam. Een hele goede aardappelvervanger... omdat het wel tekorten aan aardappelen waren. Maar zo ging het. Veel mensen gingen, er zijn meer verhalen van bekend... op de fiets eindeloze tochten maken om toch aan eten te komen. Ja, het fascinerende van mijn familie is dat je in de literatuur leest... dat, laten we zeggen, de lagere standen dat wel deden... maar dat net de mensen dat niet deden... omdat ze zich zouden schamen voor het feit dat ze op hongertocht moesten. Maar dat is in mijn geval, in mijn familiegeval, geen sprake van. Want mijn opa was een hele deftige man... die zichzelf ook trouwens heel erg deftig vond. En die vertrokken voortdurend op uit. En sterker nog, hij was ook wel vrij trots op het feit... dat hij dan tenslotte met zijn karretje met spullen... weer in de Kanaalweg in Delft verscheen. He? Ik wil niet zeggen dat zijn familie uitliep en applaudisseerde... maar je krijgt wel het gevoel dat het ongeveer zo ging. En hetzelfde geldt voor mijn vader en voor mijn tante Miri... die ook heel effectief was op dit terrein. Jouw jeugd is verder gegaan na de oorlog in Wageningen. Daar ben je het grootste deel opgegroeid. Uh-huh. Als jongetje in je gezin. En je werd eigenlijk je hele jeugd een beetje getreiterd, gepest. Ja, ik ben mijn hele jeugd geplaagd. Dat we zeggen, op de lagere school, waar ik toch wel een uitgesproken buitenbeentje was... En ja, waarom andere kinderen vinden dat jij niet een normaal kind bent... blijft een altijd raadselachtige zaak natuurlijk. Maar goed, dat vonden ze toch. Ik kon heel goed leren. Dat maakte misschien wel ook dat je niet tot de allerpopulairste leerlingen behoorde. Dat is bijna een doodvonnis op veel lagere scholen. Ja, dat is het. Vinden andere, omdat natuurlijk een kind wat heel goed kan leren... is een negatieve reflectie op de kinderen die het niet kunnen. Dat is natuurlijk wel een vrij vervelende toestand. En dat was ook nog wel een beetje zo in de eerste klas van de middelbare school. Dat was een lyceum, dus ik kwam in de tweede klas in het gymnasium. En toen was het eigenlijk, de laatste ellendeling daar weggestuurd werd... was het eigenlijk afgelopen met die pesterij. Ook omdat natuurlijk, je wordt ouder. Kijk, voor echte kinderen is vaak het fysieke aspect... dat je als je aan je autootje gaat afpakken van een ander kind... dan kunnen er al heel snel klappen vallen. Maar na je 13e, 14e is het aftuigen van de medekinderen... niet meer een populaire bezigheid. Althans niet op het gymnasium. Op andere scholen misschien wel. We hebben nu het boekje lang verlaten. We zijn nu ver na de oorlog. Dat huwelijk tussen je ouders, dat zou ook niet stand houden? Nee, dat is in 1959 op de klippen gelopen. Dat was natuurlijk ook nog een heel avontuur. Kijk, tegenwoordig is het zo dat, ik weet niet, ik geloof ergens tussen de 40% en 50% van de huwelijken wordt ontbonden. Maar dat was toen een drama. Drama in de familie en natuurlijk ook, kijk, een drama in de sociale kring. Ik werd bij de rector geroepen, die met tranen op de wangen mij meedeelde dat een zware taak mij nu wachtte, namelijk om mijn moeder uit de wind te houden die er helemaal alleen voor stond. Jij was de volwassene thuis vanaf dat moment? Ja, een beetje wel, ja. Ik was toen een jaar of 16. Nou is er veel studie gedaan naar kinderen uit gescheiden huwelijken. En eigenlijk kinderen van 0 tot 4 merken er eigenlijk niks van, herinneren zich er ook niets van. Denk aan mijn herinnering. Ik herinner me niets van die oorlog. Ik zit er nu vol zelfvertrouwen over te vertellen. Maar mijn hele uit tweede hand allemaal. Ja, het is allemaal uit de tweede hand. Dit zijn familieverhalen. Mijn herinneringen beginnen in 1948. Of dan zomer 1948. En waar was ik gebleven met mijn herinnering? Ja, kinderen van 16 en ouder... die
zijn in het algemeen, als ze een beetje normaal zijn, dan zijn ze heel goed in staat om zo'n scheiding te verwerken. En dat zou ik ten aanzien van mijn eigen situatie ook zeggen, dat ik daar niet zo vreselijk veel last van heb gehad. Misschien was het wel een opluchting. Dat was het zeker, omdat de ruzies natuurlijk er niet meer waren. Dus ik dacht wel na een paar maanden, nou, dit is op zichzelf wel een situatie waarmee we verder kunnen. Ja, hoe ellendig het ook voor mijn moeder was. Mijn moeder is er nooit meer volledig overheen gekomen in allerlei opzichten. Wat voor tiener was jij? Ik was een enorm rustig en wat beschouwend kind. Plichtsgetrouw ook wel. Maar er zijn ook wel commentaren die zeggen, ja, hij maakt een hele rustige, kalme, volgzame indruk. Maar in feite doet hij precies wat hij zelf zin in heeft. Dat is wel een commentaar wat regelmatig terugkwam. Ik weet wel dat de Latijnse leraar, leraar Latijn moet ik natuurlijk zeggen, op het gymnasium zei, ja, die Maarten altijd een brave jongen uithangend, maar het is eigenlijk een Artful Dodger. Dat is een figuur uit, eerste roman, grote roman van Dickens. Dus dat element heeft er altijd wel in gezeten. De Artful Dodger is de man die eigenlijk op een heel joyeuze manier zich onttrekt aan het gebeuren. Ja. Een rebel waar je het niet aan ziet. Dat is wel een redelijke beschrijving. Ja, het woord joyeuze zou ik voor mezelf niet direct in de mond nemen. Maar dat je in feite onttrekt aan datgene wat je vervelend vindt, zonder dat dat echt in de gaten loopt, dat is wel een redelijke beschrijving van mijn gedrag, denk ik. Maar god, ik ben nooit blijven zitten. Ik had altijd keurige rapporten. Daar was eigenlijk, bij het begin van de puberteit werd dat wel minder. Ik had een herexamen, dus ik ben wel met de hakken over de sloot, heb ik het gymnasium verlaten. Maar je was eigenlijk iemand die niet bij de groep wilde horen, niet mee wilde doen in het systeem. Nee, maar dat heb ik altijd gehad. Nog steeds wel, denk ik. Ik zing niet graag mee met zingende groepen. Ik loop niet graag de polonaise. Ik ben niet een enthousiast lid van verenigingen. Dat zijn allemaal dingen waar ik helemaal niets mee heb. 0,0. Nooit gehad ook. Ik had wel goede vrienden op de middelbare school, maar die zou eventueel, zonder ze te kwetsen, ik denk ook niet dat ze luisteren trouwens, zou je ze ook als lichte zonderlingen kunnen beschouwen. We waren toch wel een vrij merkwaardig stelletje. We lazen allerlei boeken over het existentialisme en zo. En we hadden het eigenlijk nooit over meisjes. Dat is in mijn geval ook heel laat gekomen, het meisjesgedoe. Je bent wel nog lid geworden toen je ging studeren. Ja, ik ben lid van het Utrecht Studentenkoor geworden. Wat natuurlijk voor velen een verbazingwekkende ontwikkeling is. En voor mij ook, toen ik dat eenmaal was, ook wel een vrij verbazingwekkende ontwikkeling. In het bijzonder de groentijd, wat ik een door en door abjecte gebeurtenis vond. Ik was ook zeer te spreken over het feit dat de groentijden nu verboden zijn. Al zitten er wel verdacht veel studentengroepjes in het park bij mij om de hoek, die ook geen erg goede afstand houden. Ik zeg het maar even voor de boa's. Ik vond het een idiote vertoning, die groentijd. En ik heb het wel. Want ik was natuurlijk lid van het koor geworden, omdat dat was iedereen in mijn familie die academisch gestudeerd had, was lid van het koor geweest. Mijn opa was zelfs. Het was bijna vanzelfsprekend. Ja, voor het was vanzelfsprekend. Laat staan dat je dat niet werd, dat je tot de knorren zou behoren. Wat een verschrikkelijk lot was. Dus ja, dat was ik geworden. En ja, die vereniging viel mij rauw op het lijf. Dat wil ik je wel zeggen, ja. Maar als je er eenmaal bent en je zit midden in die groentijd, is natuurlijk ook het ermee stoppen, is ook dat ervaar je als verlies. Ik moet even mijn neus snuiten. Ja, als een nederlaag. Maar je hebt volgens mij ook altijd een soort wantrouwen tegen de groep. Tegen ideologieën, tegen massa's, tegen het gelid. Ja, ik heb ook altijd gedacht, wat iedereen denkt, dat kan niet kloppen. Of dan, daar is altijd wel een steekje aan los. Dat heb ik altijd gedacht. En ik zie ook het verhaal van mijn leven als dat ik in de jaren 60 omringd werd door enorm veel mensen die idiote linkse ideeën hadden. En dat we nu in een wonderlijk nieuw tijdperk verzeild zijn geraakt waar enorm veel mensen idiote rechtse ideeën hebben. Terwijl, ja, je begrijpt dat ik tot van mening ben dat ik eigenlijk altijd wel op mijn gematigde manier gelijk gehad heb. Je schreef in je eerste grote boek, je moet nooit de illusie hebben dat politiek je dat ene ding kan geven, geluk. Ja, dat is het hem.
Politiek, politiek kan op zijn allerbest condities creëren waarin mensen mogelijkerwijze, als ze de talenten daarvoor hebben, gelukkig kunnen zijn. Maar ze kunnen je niet gelukkig maken. En dat is natuurlijk wat de grote massabewegingen van de 20e eeuw, die hebben natuurlijk ook vaak messiasachtige leiders. Hè? En die beloven kennelijk aan mensen. De mensen krijgen het gevoel, als ze daar deel van uitmaken, dat ze dan gelukkig zijn, ook omdat ze plotseling weten waar het leven eigenlijk over gaat. Dat is allemaal illusie, maar dat denken ze dan. Net zo goed als Pim Fortuyn natuurlijk in Nederland ook een soort een licht messiasachtig karakter had. Het was veel meer dan een politieke figuur. Het was iemand die voor allerlei geestelijke zwervers het gevoel opwekte, dat is het. Hij is de man met de juiste boodschap. Terwijl het natuurlijk verder een volstrekte fantast was. Een goede spreker en ook wel een intelligent geweldige man. Geweldige spreker, ja. Maar voor geweldige sprekers moet je daar moet je altijd verdomd voorzichtig mee zijn. Daar moet je voor oppassen. Ik weet nog wel een paar geweldige sprekers. En dat is vaak heel slecht afgelopen met de geweldige sprekers. Schreeuwers waren dat dan vaak, dan sprekers? De mensen zien natuurlijk Hitler, die een van de beste sprekers van de 20e eeuw was. Zeker in de context waarin hij sprak, grote zalen. Maar hij was een buitengewone spreker. Maar ze laten altijd van zijn toespraak de laatste 5 minuten zien, wanneer hij volledig over zijn toeren is. Maar wat je vergeet is dat hij erin geslaagd was, na 2,5 uur spreken, om die hele zaal met 4000 man ook over zijn toeren te laten gaan. Want hij kwam vrij langzaam en hakkelend op gang. Ja, nee, hij kwam heel traag op gang. En als je ook dat, hè, dan heeft hij een heel normale spreekstijl. Hè. Het is eigenlijk een beetje de Frank Sinatra van het spreken. Hè. Sinatra kon zo'n beetje gespreksachtig zingen. En dan op het eind dan verpestte hij altijd de song door veel te hard te gaan zingen. Maar goed, in zekere zin zou je dat van Hitler ook kunnen zeggen. Maar ja, Hitler, het Derde Rijk was niet geworden wat het is geworden als Hitler er niet was geweest. Die was toch in allerlei opzichten de messias van die beweging. Het wantrouwen tegen de massa zit er altijd in. Dat zit er bij mij diep in, ja. Ik ben net zo goed als ik... Misschien omdat je gepest bent. Ja, ik moet zeggen dat ik toch de mensenmassa altijd als een potentiële lynchmob zie. Alsof ze achter je aankomen. Daar heb je natuurlijk ook wel gelijk in. Dat het een potentiële lynchmob is. Ja. Maar wat ik wonderlijk vind in jouw loopbaan, ik noemde jouw eerste boek, een lijvig werk over Amerika in de 20e eeuw, dat je daarvoor eindeloos aan je dissertatie hebt gewerkt. Zeg dat wel. 12 jaar? Ja. Wat dat betreft ben ik wel met een soort reusachtige faux pas begonnen aan mijn carrière, als je het zo wil noemen. Ik heb nooit vreselijke carrièrebehoefte of wens gehad, hoor. Dat heeft er nooit in gezeten. Maar je was al tegen de 40 toen dat ding eindelijk af was. 39, ja. Ja, het is ook mijn beste boek in allerlei opzichten. Niemand heeft het ooit gelezen, behalve de begeleider. Maar het gekke is dat er bestaat een bundel met mijn beste stukken, waar ook die ik overigens niet zelf geselecteerd heb, maar de selecteuse van die stukken, die heeft ook een stuk uit mijn dissertatie opgenomen, namelijk een stuk over massacultuur. Er was een hele discussie over massacultuur in de jaren 50, daar zullen we nu niet intreden. En ik moet zeggen, ik had dat zeker in 30 jaar niet gelezen of zo, dat stuk. Het is van een verbazende complexiteit. Ik ben veel simpeler gaan schrijven. Ik dacht van, het is wonderbaarlijk dat ik in staat was om zo'n ingewikkelde tekst af te leveren als mijn dissertatie in feite is. Waarschijnlijk was dat ook het probleem. De promotiecommissie vond het maar zo essayist. Het was eigenlijk niet precies wat de dissertatie zou moeten zijn. Waarschijnlijk verdronk je ook in het onderwerp. Want het ging onder meer over een tijdschrift. En dan moest je alle afleveringen van het tijdschrift, alle edities bestuderen. Ja, ik heb voor zo'n kleine 20 jaar alle afleveringen van dat tijdschrift gelezen. Dat was wel veel werk. En bovendien ging dat tijdschrift ging over politiek en literatuur. En ik vond ook wel dat ik de literatuur die waar zij het over hadden, dat ik die ook zou moeten lezen. Dat heeft mij al zo enorm veel gebracht. Want ik heb er 12 jaar over gedaan. Maar het was verreweg de meest educatieve ervaring die ik in mijn leven heb opgedaan. Omdat je er tenslotte ook, nadat ik allerlei slechte aanloopjes had genomen, dacht ik, ja, ik kan wel blijven zeuren en peuteren, maar nu is het zaak dat ik ga zitten schrijven. Ik lees ook niks meer. Ik ga nu gewoon bureaucratisch schrijven. Ik ga om 9 uur zitten, 11 uur.
Ik schrijf door tot ik 1000 woorden heb geschreven. Dat doe ik gewoon elke dag. Ook het weekend, want je moet niet stoppen. Want dan is het de herstart altijd lastig. En dan blijkt je natuurlijk in relatief korte tijd een vrij omvangrijk boek te kunnen schrijven. Dat is misschien ook het advies dat je eruit kan distilleren. Dat je moet beginnen met schrijven. Ja, maar en niet denken dat je alles al moet weten voor je begint. Precies. Mag ik aan iedereen, niet waar, die hiernaar luistert, omdat hij ondertussen niet aan de slag kan komen met zijn dissertatie, zeggen: begin gewoon bureaucratisch te schrijven. Ik heb ooit de metafoor gebruikt van de loodgieter, die als die komt loodgieten, natuurlijk ook niet tegen zegt van: nou, ik moet eerst inspiratie opdoen. Dus ik ga een tijdje bij u in de voortuin zitten. Misschien kunt u mij een glaasje inschenken. En dan tegen de tijd dat ik het gevoel heb, nu gaat het gebeuren, dan kom ik wel binnen. Nee, zo gaat dat niet. Maar gaat gewoon aan de slag. Daar komt soms ook een hoop narigheid van, maar hij gaat in principe gewoon aan de slag. Je moet gewoon aan de slag gaan. Ik ging altijd voor inspiratie in het park wandelen. Dat moet je ook niet doen. Dan komt er niks uit je vingers. Nee, daar komt er niks uit je vingers, nee. Eigenlijk ben je een laatbloeier in die zin. Nou, zeker qua schrijven. Ik heb in de afgelopen 20 jaar vrijwel alles geschreven. Wat ik heb geschreven is, afgezien van mijn dissertatie, dan in de afgelopen 20 jaar geschreven, plus dat boek waar je het over had. Dat was natuurlijk niet mijn eerste boek, dat was mijn dissertatie. Mijn tweede boek ging over Amerika. En dat was binnen een jaar af. Dat was arbeidstherapie. Want iedereen had gezegd van ja, je moet als je je dissertatie klaar hebt, dan moet je enorm oppassen, anders val je in een zwart gat. He, dan heb je plotseling, heb je al die jaren bij met dat klote boek bezig geweest. En dan ben je klaar. Oh, wat fijn, ik ben klaar. Ik ga een tijdje niks doen. En dan komt het zwarte gat. Dan heb je plotseling niks meer. Dus toen kreeg ik ook weer, volkomen toevallig, belde iemand mij op van een uitgever in Utrecht, Hess geheten, en die zei: ja, wist u dat de Verenigde Staten zijn eindexamenonderwerp? Nou, wist ik helemaal niet, moet ik je zeggen, dat was totaal nieuw voor mij. Zou u voor mij een soort handleiding, een soort handboek kunnen schrijven, een heel beknopt handboek, was zijn suggestie, voor leraren en leerlingen van de hoogste klasse? Dat leek mij een geweldig iets, want ik had natuurlijk enorm veel restmateriaal van die dissertatie, want ik had heel breed gelezen en lang niet al het materiaal gebruikt. Dus toen heb ik gezegd, ja, dat doe ik. En wel met een idee toch een soort revanche te nemen. Als ik dat boek nou eens in een jaar schreef, want dat was de deal dat ik het zou, binnen een jaar af moeten hebben, dan was het nog bruikbaar voor het eindexamen. En nou ja, dat heeft me wel lichtelijk zenuwziek gemaakt, maar ik heb tenslotte moest ik 3000 woorden per dag schrijven. Dus het was 's middags, 's avonds en 's nachts, zou ik maar zeggen. Maar goed, het is me gelukt. Ik geloof dat ik 14 dagen te laat was. Maar ik heb het 15 augustus of zo heb ik het ingeleverd. En tot mijn verbazing, want ja, dat zie je ook niet, dat weet je niet dat dat zo zal lopen, is het heel gunstig besproken. En het is recent opnieuw uitgegeven, ja, zelfs. Ja, het heeft, ik weet niet hoeveel edities er wel niet geweest zijn, maar ik geloof dat er wel 50.000 of 60.000 verkocht zijn in totaal. Wat natuurlijk voor een handboek toch een significant aantal is. Voor wie inschakelt, Maarten van Rossum is hier. En hij is hier vanwege een boekje dat hij heeft geschreven over de operatie Market Garden. Allemaal de schuld van Montgomery is daarvan de titel. En hij vertelt die geschiedenis over de bevrijding van Nederland en Europa door de ogen van zijn familie aan de hand van brieven. En we kwamen te spreken over je eigen loopbaan tot nu toe. En over dat het pas vrij laat een vlucht nam. Maar wat een vlucht nam het. We hadden het erover dat je al het wantrouwen hebt en een zekere distantie naar de massa, de lynchmob, zoals je dat noemt. Ja, dat je vrij constant bent. De potentiële lynchmob, ja. Dat in de jaren 60 iedereen merkwaardige linkse standpunten had, behalve jij. En nu iedereen merkwaardige rechtse standpunten, behalve jij. En daarom is het zo gek dat ik nu vaak in de sociale media word beschuldigd van enorm links te zijn, maar je bent niet van positie veranderd. Nee, ik ben helemaal niet van positie veranderd. Het is natuurlijk heel merkwaardig dat mijn kennissen mij in de jaren 60 terecht vonden. Ze vonden het maar zakkig dat ik niet kwam demonstreren tegen allerlei wereldleed waar tegen men te hoop liep, zonder enig effect natuurlijk. Ik zag daar niet veel in, eerlijk gezegd. Dat is allemaal morele zelfbevrediging. En nu heb ik de wonderlijke ervaring dat ik beschouw als een gevaarlijke linkse figuur. Een van de propagandisten van linkse gedachten van de NPO. Want je weet dat die hele NPO, ik zit regelrecht naar een bordje van de NPO te kijken, dat door velen beschouwd wordt als een linkse propaganda-industrie, of hoe moet je het zeggen, organisatie. Een soort complot is het. Ja, dat is enorm. Ja, vind ik
tegelijkertijd ook wel weer vrij geestig. Rechts-Nederland zou zich eigenlijk eens moeten afvragen waarom ze in de afgelopen 20 jaar helemaal geen reet bereikt hebben. Dat zou ze misschien ertoe kunnen brengen om een enigszins realistisch politiek standpunt te formuleren. Dat geldt vaak voor de dominante stroming, dat ze dan niks voor elkaar krijgen. Nee. Juist door die populariteit. Nee, ik denk ook aan allerlei geweldige linkse utopieën van de jaren 60 zijn nooit gerealiseerd natuurlijk. We hadden natuurlijk ook toen de wonderlijkste ideeën dat we binnenkort nauwelijks nog meer hoefden te werken. En nou ja, die hele euforie van de jaren 60 is natuurlijk in de loop van de jaren 70 uit elkaar geklapt. Tot vele teleurstellingen overigens. Je bent altijd tamelijk relativerend. Uit de geschiedenis put je relativering. Tegelijk ook niet, want je haalde vrij snel Hitler van stal toen het ging over demagogen en volksmenners. Dus je kunt in de geschiedenis omdat hij de meest succesvolle was van de vorige eeuw en degene die de grootste rampen heeft veroorzaakt. Daarin kun je dus ook geschiedenis gebruiken om waarschuwingen uit te putten. Ja, precies, maar je moet met die analogie enorm oppassen. Het is natuurlijk een feit dat voortdurend als er ergens een dictator zich manifesteert, dan wordt er een nieuwe Hitler. Dat is flauwekul, omdat natuurlijk vaak vergeten wordt dat Hitler een dictator was in wat toen de tweede industriële mogendheid ter wereld was. Dat wordt nog wel eens makkelijk vergeten, maar dat was Duitsland. Ja, zo goed als Duitsland tot op de dag van vandaag natuurlijk de economische gigant van de Europese Unie is. En de omstandigheden waren wel heel bijzonder en uitgesproken natuurlijk. Ja, maar goed, dan kom je natuurlijk op het punt van de Vrede van Versailles, de economische crisis en alles wat dat tenslotte samengebracht en veroorzaakt heeft. Je hebt op een paar punten in je lange loopbaan als tv-deskundige ervan langs gekregen van de goede gemeente. Ja. Af en toe valt het verkeerd. Het bekendste voorbeeld is denk ik na 9/11, maar er zijn er meer. Ja, ik ben 3 keer geweerd van de buis. Dat begon met die bekende inauguratie van Bush senior. Toen ik zei dat ik vond dat mevrouw Reagan eruit zag als een raar vogeltje. En de suggestie wekte dat vooral het gevolg was van cosmetische chirurgie. Ik vond de hele plechtigheid ronduit idioot, als je het mij vraagt. Want je had daar ooit die bekende Billy Graham, die sprak een gebed uit. De dominee. Ja, de dominee. Nou, de prediker, meer dan een dominee, een wereldwijde prediker. Een gebed uit waaruit ik niets anders dan kon opmaken dat onze lieve heer persoonlijk had geïnterveneerd in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Dat vond ik al vrij blasfemisch. Nou goed, kortom, ik maakte de gang van zaken wel enigszins ironisch belachelijk, dat is waar. Nou, dat had dramatische effecten. De EO heeft toen een klacht ingediend. En ik ben ook ruim een half jaar ben ik van de buis geweerd. Toen is dat weer gebeurd met 9/11 natuurlijk. Omdat ik zei, ja, jongens, iedereen zegt dat is de derde wereldoorlog. Je kent die retoriek van, er komt een eeuwenlange strijd tegen het islamofascisme. Het Westen moet pal staan, ja, maar allemaal slap gelul. Ik zei, het is allemaal heel erg, maar het is een terroristische aanslag. Gepleegd met minimale middelen. Volgens mij was de letterlijke tekst dat je met weinig middelen toch veel kunt bereiken. Ja. Dat kun je wel zeggen, want de totale kosten van de aanslagplegers worden geschat op $400.000. En we zijn nu op het punt van de Amerikaanse reactie, waarbij de totale bedrag al zo'n beetje $4.000 miljard moet zijn. Hadden ze maar naar je geluisterd destijds? Ik heb het vaak gezegd, waarom hebben ze niet even gebeld? Doet dat je iets als je in zo'n mediastorm komt en er van langs krijgt voor je standpunt? Nou, ik vond het in het begin vond ik het wel vreemd. Ik was ook boos dat ik geweerd werd van de buis. Ik heb die man nog opgebeld, die chef actueel van de NOS of de NPO, of hoe we het toen mogen hebben geheten. Nou ja, die zei nee, er waren zoveel klachten uit het land gekomen dat hij kon mij niet handhaven. Het was echt heel erg. Ik ben wel toegeschreeuwd op de radio dat ik mijn kop moest houden omdat het nu oorlog was en ja, dat vond ik allemaal wel. Ik was verbaasd. Ook wel in negatieve zin verbaasd. Ja, wat overkomt mij? Ik heb natuurlijk groot gelijk. En moet je kijken wat er nou gebeurt. Wat is dat voor raars? En ik heb het wel eens verteld. Na een dag of 3, 4 verscheen er een bejaard echtpaar bij mij aan de deur met een heel klein tuiltje bloemen. En die zei, ja, meneer Van Rossum, we zijn u zo dankbaar omdat u de enige bent die gezegd heeft dat het niet zo erg is als iedereen beweert dat het is. Nou, daar was ik wel geroerd door. Ik vond het wel leuk. Toen ben ik ook weer, langdurig van de buis geweerd.
Ja, dat had weer een half jaartje, geloof ik. Ik weet, het was Ivonier die toen de moed had om deze levensgevaarlijke klant weer terug te vragen. En toen is het, God beter, het nog een keer gebeurd met de inval in Irak natuurlijk. Je had toen het programma 2 vandaag, tegenwoordig 1 vandaag. En het was al vrij snel duidelijk dat, dat ik niks zag in de Amerikaanse interventie die op het punt stond te gaan beginnen. Zonder toestemming van de Veiligheidsraad. En naar mijn idee gebaseerd op volstrekte valse beschuldigingen over massavernietigingswapens, waar ik groot gelijk in had. Toen werd ik gewoon niet meer uitgenodigd. En toen kwam er een hele andere deskundige. Die had de massavernietigingswapens zelf gezien. Dus dat zat wel snor. Dat heeft ook weer een hele tijd geduurd voordat ik weer terug mocht. Dus je ziet, het zijn drie keer. Het is op zichzelf hoogst interessant. Want, wat kun je hiervan leren? Dat redacties van televisieprogramma's, die hebben zelf ook opvattingen. En de deskundige wordt alleen eigenlijk gevraagd om de opvatting die bij de redactie toch reeds bestaat op deskundige en rustige toon nog eens te bevestigen. Dus ze bellen niet van wat zou Maarten van Rossum vinden, maar nee, vindt Maarten precies, van Rossum wat wij willen horen. Maarten van Rossum is een deskundige, dus die kon bevestigen wat we toch al dachten. En dan is het heel vervelend als de deskundige eigenlijk laat merken dat hij heel iets anders denkt. Dat die interventie in Irak een volstrekt idiote onderneming is. Wat het overigens ook achteraf gebleken is te zijn. Dus dan bel je liever andere deskundigen die het een geweldig idee vinden. En in ieder geval vast van overtuigd zijn dat het hele Midden-Oosten spoedig gedemocratiseerd zal worden. Het Palestijns-Israëlische conflict zal worden opgelost. Gaan ze maar door. Ik ben niet naïef, dus ik geloof dat soort van onzin niet en toen ook niet. Maar de redacties kwam dat bar slecht uit. Omdat Nederland natuurlijk ook door de keuze die onze overheid gemaakt heeft, onze regering, eigenlijk met de Amerikanen mee heeft gedaan. Redacties hebben altijd wel een aanleg voor hysterie. We zitten dit jaar ook wel in een soort, vele stormpjes van hysterie en gebrek aan relativering, kan je zeggen. Ja, door corona natuurlijk. Ook weer zoiets wat direct al een soort van wereldhistorische teneur krijgt. Wat het natuurlijk niet heeft. Ja, we zullen er wel weer doorheen komen. We hebben even moeten leren wat we precies moesten doen. Massale uitbraak die in feite de gezondheidszorg zou overweldigen. Om dat weer tot redelijke proporties terug te brengen. Misschien dat er nog een tweede golfje zou kunnen komen. Of golf, dat weten we niet precies. Afhankelijk natuurlijk van de mate waarin we de regels behoorlijk naleven. Of strengere regels stellen. Maar goed, ik weet niet, een tijdje geleden al zei, heb ik gezegd dat het een rimpeling in de wereldgeschiedenis zou zijn. En ik ben geloof ik wel drie keer opgebeld of ik dat nog eens wou bevestigen. Dat ik het een rimpeling in. Natuurlijk is het een rimpeling in de wereldgeschiedenis. Vergeleken met de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk niks. Nee. Maar de economische crisis, daarvan hoor ik mensen met meer verstand van zaken dan ikzelf, economen en dergelijke, zeggen dat het toch nog wel eens heel angstaanjagend kan gaan worden. Dat zal denk ik ook wel meevallen, eerlijk gezegd. Er wordt zoveel geïnjecteerd in de economie, eigenlijk overal. Dat kan best 2 of 3 jaar duren. En er zijn natuurlijk regio's en situaties die zwaar getroffen worden. Denk aan het vliegen. Het schijnt dat het zakelijke vliegen toch eigenlijk volledig ingestort is. Geeft overigens te denken dat de zaken ook prima gedaan kunnen worden zonder dat ze de wereld rondvliegen en in dure hotels logeren. Ik denk dat het voor veel firma's nog een lekkere besparing kan wezen. En dat zal zich misschien niet compleet herstellen, maar daar hoeven we in principe niet rouwig om te zijn, omdat we aan een soort van vliegziekte leden voordat de corona toesloeg. Het bekende, was het ook alweer? Heerlijk een weekend shoppen in Barcelona voor €46 inclusief. Dan weet je dat er iets mis is. Er was ook iets mis, naar mijn idee. Dus nee, ik denk dat het. Ik blijf bij mijn theorie. In de wereldgeschiedenis is het een rimpeling. We hebben reeksen van pandemieën achter de rug gehad. En dan valt deze natuurlijk enorm mee. Aan de pest in Europa is ongeveer 1/3 van de bevolking bezweken. Maar dat was de 14e eeuw, dat is wel een tijdje terug. Daarom, het was de 14e, gruwelijke 14e eeuw. Al heeft het die pest, doordat dat 1/3 van de bevolking was verdwenen, heeft het heel positieve economische effecten gehad. De lonen stegen, de economie heeft er tenslotte fors van geprofiteerd. Ja, ik mag dit niet zeggen, maar dat is wel het geval. En dan Donald Trump, want je wordt natuurlijk het meest nog steeds gebeld als Amerika-deskundige. Ja. Eigenlijk nooit meer hoor. Nee joh. Dat is eigenlijk, er zijn er veel van, sinds inmiddels. Sinds het succes van de slimste mens is dat volledig afgelopen.
Vooral omdat er natuurlijk honderden Amerika-deskundigen zijn ontstaan. Ik bedoel, het is een soort van, het is net als paddenstoelen in een herfstbos. Het is ongelooflijk werkelijk. Durf je al aan een voorspelling te gaan over die verkiezingen? Hoe dat gaat verlopen, hoe dat eruit gaat zien? Dat ga ik niet doen. Het kan. Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Kijk, als Biden een zeer ruime overwinning behaalt, wat niet uitgesloten is. Hij heeft ook in het electoraal college, weet ik veel, 100 of meer stemmen. Dan denk ik dat het gauw voorbij is en dat Trump ook als die zou protesteren eigenlijk geen poot heeft om op te staan. Maar als bijvoorbeeld de verschillen heel klein zijn en we moeten die postale stemmen gaan hertellen of zo, nou ja, dan kan het eindeloos gaan duren. Denk aan de crisis die we in 2000 hebben gehad. Met dat gedonde jagen met die hanging chats in Florida. Bij de Florida-verkiezingen. Dus ja, dat is een mogelijkheid. Er is nog steeds een mogelijkheid dat Trump wint. Als een hoop democraten thuis blijven of toch niet postaal stemmen, of het hele postale stemmen mislukt, of de polls deugen niet. Wat natuurlijk ook nog steeds een scenario is dat Biden wel wint, maar dat Trump het electoraal college wint. Je hebt zo'n hele aardige website, dat is 538. En die hebben altijd zo'n kansberekening. Dan hebben ze een heel ingewikkeld model hebben ze opgesteld. En dat doorrekenen ze elke dag een paar keer. En dat is op dit moment staat dat zo, dat Biden heeft 71% kans om te winnen. Favored to win. Maar Trump heeft dus 28% kans om te winnen. En dat is 1% kans dat het de stemmen staken en dan zal het Huis van Afgevaardigden de verkiezing moeten beslissen. Daar kan je eigenlijk geen zinnig woord over nee, zeggen. Nee, en bovendien heb ik natuurlijk op de verkiezingsavond in 2016... heb ik nog om 21:15 s'avonds gewed op Hillary en er €1000 opgezet. En die heb ik op jammerlijke wijze verloren. Zonde. Zonde van het geld. Maar het was wel leerzaam. Het was een hele leerzame ontwikkeling. Leerzaam omdat je niet moet wedden, bedoel je? Ook dat, niet moet wedden en niet de hubris moet hebben om te denken dat wat iedereen denkt dat ook gaat gebeuren. Hè? Nogmaals weer een wijze les. Wat iedereen denkt is lang niet altijd juist. Je zei net dat eigenlijk alles een beetje stil kwam te liggen door corona in jouw leven. Alle lezingen, ja, alle theaters. Van het een dat andere moment was het afgelopen. De opnames van de slimste mensen, nou ja, noem het maar. Nou ja, die zijn gewoon doorgegaan. Het was even kantje boord of Philip van Corsica zou kunnen worden getransporteerd. Dat is tenslotte gelukt. Maar het zag er nog even, dacht ik, ik had me er wel op verheugd. En toen het tenslotte doorging, was het echt een uitje dat je weer de deur uit kan en iets kan gaan doen. En ik had dat boekje net precies klaar. Het was, ik weet nou precies niet meer hoe het zit, maar het was vrijwel op hetzelfde moment klaar als De Slimste Mens begon. Dit zijn een beetje de laatste rondes misschien wel in je leven. Dat is misschien een onbetamelijke vraag. Maar ja. je nadert de 80. Dus dan komt ook een punt dat je denkt, nou, als er nu 3 jaar niks gebeurt, dan weet je niet of er daarna nog 3 jaar zijn. Ja, dat is wel een punt. Ik word 77, aanstaande 24 oktober. Dus ja, over 4 jaar ben ik 81. Dat laat ze gemakkelijk bij elkaar optellen. En kijk, als je 25 bent en de wereld staat een jaartje stil, dat is niet dramatisch. Hè? Maar als je natuurlijk mijn leeftijd hebt, dan begin je wel te denken, goh, zijn dit niet mijn laatste productieve jaren? En dat is wel jammer als die eigenlijk verpest worden door deze rimpeling in de wereldgeschiedenis. Dat is wel jammer, ja. Maar ja, daar kan ik verder heel weinig aan doen natuurlijk. Nee, heel weinig. Maar wat voor idee is dat eigenlijk? Het enige wat ik kan doen is, ik ben ook gewoon meteen aan een nieuw boekje begonnen. Dus dan, mocht het toch vrij rustig blijven, kan ik mijn nieuwe boekje voltooien. Dat is eigenlijk wel grappig dat je zo lang over je dissertatie deed en dan uiteindelijk toen je eenmaal de vaart te pakken had in razend tempo gegaan. Als je eenmaal weet dat als je 1000 woorden per dag schrijft, dat je dan, nou ja, tel uit je winst naar 200 dagen doorschrijven, 200.000 woorden hebt, wat al een heel boek is. Ja, ik schrik er ook nu niet. Er is altijd wel even een drempeltje om echt te gaan schrijven. Maar als je eenmaal schrijft en het loopt, dan gaat het eigenlijk vlij vlot. Ja, ik heb dat boek uiteindelijk in, nou ja, ik heb mijn stuk, dat is 15.000 woorden. Nou, dat heb ik toch een week of 3 of zo heb ik daar geschreven. Maar wacht even, dan heb je gelezen, uittreksels gemaakt. Je hebt een systeem opgebouwd hoe het ongeveer zitten moet. Dus ik
ik ben goed voorbereid, dat wel. Maar dan gaat het schrijven relatief vlot. Ik moest natuurlijk wel al die brieven van mijn opa overtypen. Dat was eigenlijk nog het meeste werk. Hè. Want je moet het toch een beetje netjes doen. Je hebt altijd wel ideeën te over. Je had het ooit over een geschiedenis van de stoommachine die je nog wilde schrijven. Ja, ik heb, dat is een van de problemen, dat ik een massa's ideeën heb. Die ook allemaal keurig op een lijstje staan. Nou, die je niet meer af gaat krijgen dan? Nee, dat zou kunnen. Ik vraag ook wel soms aarzelend van, kan het er nog goed mee door het stuk? Hè? Zijn er sporen van het geestelijke aftakeling? Ja, dan zeggen ze altijd nee, dus ik ga daar maar op af. Ik vraag ook wel aan met name aan familieleden. Als je nou vindt, als je naar de tv kijkt, dat het niet meer kan. Dat je toch wel een beetje een rare oude man begint te worden. Laat het dan even weten, dan stop ik ermee. Maar goed, tot op heden heeft niemand gezegd, nou, een beetje. Ja, er zijn massa's mensen die mij een rare oude man vinden. Maar dat vonden ze al in 1983. Nou, dat is gewoon, het heeft vaak politieke achtergronden. Dus daar lig ik niet zo wakker van. Ten meer omdat dat rechts, zoals ik al heb geargumenteerd, even stom is als links in de jaren 60. En verstandig aan ze doen zich eens achter de oren te krabben of je niet een verstandig rechtsstandpunt zou kunnen formuleren. Want dat is naar mijn idee best mogelijk. Maar ja, zolang ze daar in utopieën, rechtse utopieën geloven, zal het niet veel zaaks worden. Maar ja, ik heb wel het probleem, wanneer stop je? Wanneer moet je er een punt achter zetten zonder dat het pijnlijk wordt? Volgens mij zeggen dokters dat je zo laat mogelijk moet stoppen. Is dat zo? Ja. Use it or lose it. Nou, daar ben ik vast van overtuigd. Die moet je echt permanent gebruiken. Want anders er is ook veel onderzoek gedaan. Mensen die zich pensioneren en dan gewoon 2 jaar niks doen. Dat ook je hersenkap is. Niet alleen je spieren die verslappen. Maar ook je hersens die verslappen. Je moet ze wel bezighouden. Dat lijkt mij volkomen juist. Maar er is natuurlijk toch, ik weet nog, Mansholt in zijn nadagen. Mansholt was toch een notoire vaderlandse mannetjesputter. En die heeft zich ook in zijn nadagen, terwijl je kon zien dat hij niet meer was wie die ooit geweest was, laten gebruiken voor de televisie. En daar had zijn familie of hij zelf of weet ik veel wie, of de lui van de tv moet zeggen, nee. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dat moet je maar niet daar doen. Ben je nog niet. Maarten, nee. Dank je wel dat je langs wilde komen. Maarten van Rossum. En het boek heet Allemaal de Schuld van Montgomery.